Waarom staan er zoveel paalhoofden in Zeeland? We zetten koers richting deskundigen. Ik ben Leo Wisse, ik werk bij het waterschap Scheldestroom. Ik hou me bezig met de waterkering. De paalhoven die je hier ziet staan, die horen ook bij de waterkering. Dus ja, ik kan er best wat over vertellen. Ik hoor het al, u bent deskundig. Kunt u het antwoord op deze vraag dan geven? De paalhoven die staan om de erosie van de kust tegen te gaan. De getijdenstroming wordt daardoor wat minder sterk. Dus er wordt minder zand meegenomen van de kust. Dat is het idee erachter. 500 jaar geleden zijn de eerste paalhoven in Nederland gezet. In Zeeland zijn ze in 1700 de eerste paalhoven gezet. Daarmee behoren ze wel tot het cultureel erfgoed van Zeeland, kun je wel stellen. Nou, je zou het niet verwachten. Er staan rond Walcheren en op de kop van Schouwen staan er 98.000. Ze kosten 60 euro per stuk, dus dat maakt totaal 6 miljoen euro. Alleen dat bedrag alleen aan palen moet dus ook nog gezet worden. Goed om te weten, maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Als ik terugkom van vakantie, is het eerste wat ik doe een stukje rijden over de Westkapelse Zeedijk. Zie ik de palen staan, voel ik me weer thuis. Dus voor mij horen de paalhoofden bij het DNA van Zeeland. Dat is mooi. Toevoegen aan de database.